Ik ben een boek gaan schrijven omdat ik vond dat er nog niet echt een boek was die duidelijkheid gaf over vlees. Over waar het vandaan kwam, hoe het gesneden werd, waarvoor je het kan gebruiken. En ik weet nog, heel vroeger, 1972, hebben ze een keer een groot geel boek gemaakt. En dat heeft mij een beetje gevormd. En met die gedachte heb ik altijd gedacht van, als ik een boek ga schrijven, als het er zover een keer komt, dan moet het in de trant van dat grote gele boek zijn. En ik kreeg de kans om het te schrijven. En ik heb het grote gele boek gevraagd, want ik had hem zelf niet eens meer. Ik heb hem bij iemand gevraagd. En daarvanuit heb ik de basis gelegd voor mijn eigen boek. Wat ik ontzettend graag zou willen, is dat heel veel mensen het boek gaan lezen. Natuurlijk, dat heel veel mensen het boek gaan kopen. Dat is ook vrij belangrijk. Maar ik hoopte eigenlijk ook de mensen die tegen vlees zijn, of niet flexitariërs misschien, hè, die wat minder vlees eten, en mensen die bewust met vlees bezig zijn, dat die wat aan het boek hebben. Niet alleen hun zijn belangrijk, maar ook mensen die in het vak zitten, waarvan ze nog wat kunnen leren. Mensen thuis, in de keuken, mensen gewone mensen eigenlijk, die denken van, wacht even, ik wil wat meer kennis over vlees, hè, hoe dat nou in zijn werk gaat allemaal. Dus het is heel breed. Ik probeer zo breed mogelijk. En eigenlijk probeer ik heel veel mensen te bereiken. Ook de mensen die er tegen zijn, zodat we in ieder geval een discussie op gang kunnen houden. In mijn boek laat ik heel veel technieken zien van uitbenen, uitsnijden. Maar voor waarvoor heb ik dat nou laten zien? Ik bedoel, een achtervoet neem je niet mee op je schouder uit de slagerij en die ga je thuis verwerken. Omdat ik mensen bewust wil maken van hoeveel werk er aan zo'n stukje vlees bewerken zit, hè, voordat er een biefstukje in de pan komt, waar die eigenlijk vandaan komt, van het hele beest. En zo zie je eigenlijk het hele dier opgesneden in kleine delen, zodat het mensen bewust zijn van, wacht even, het is een dier geweest. Het is niet het biefstukje in een vacuümzakje bij de supermarkt. Wat ik ook belangrijk vind, hè, het publiek dat ik bereik, is ook de jonge jongens, de jonge mensen, de jonge, de jonge honden, die heel vaak misschien wel kiezen voor een baan in de keuken, omdat we altijd tegen koks aankijken, omhoog kijken tegen koks. Ik wil eigenlijk ook dat die jonge jongens beseffen dat je ook slager kan zijn en slager kan worden. Dat je daar een hele mooie opleiding voor hebt. En wees eerlijk, we zitten te springen om jeugdig aanwas, om vakidioten. Hè. Er gaat heel veel mis in de vleeswereld. Er gaan heel veel dingen goed in de vleeswereld. Maar de misstanden die kunnen we er eigenlijk alleen maar uithalen om heel transparant te zijn en vooral de opleidingen daarvoor geschikt te maken. Dus vakmensen, we hebben echt kwaliteitsvakmensen nodig. In de slagerij praten we dus over snitten. En snitten is een stuk vlees die je op een bepaalde manier snijdt. Nou, in Nederland hebben we de normale snitten, zoals we dat altijd geleerd hebben. Maar vanuit het buitenland komen er ook andere snitten. Het opdelen van spieren die wij niet opdelen, bijvoorbeeld een ribeye. Een ribeye is bij ons een ribeye, maar in Amerika gaan ze hem helemaal uitvliezen en opdelen en met een andere benaming. En dat doen wij hier gewoon niet. Dus je kan met één spier kan je ook heel veel kanten op. Hier doen we het niet, buitenland wel, maar het komt steeds dichterbij. Ik kwam als jochie van 18 jaar op de SVO, slagersvakopleiding. Nu is de SVO een hele brede versopleiding, maar toen was het specifiek voor het slagersvak. En daar kreeg ik voor het eerst het gele boek te zien. En daar stond alles in. En ik denk, als je dat kan, als je alles kan wat er in dat gele boek staat, dan ben je een hele goede slager. Eigenlijk was het pas de basis. Hè. Ik had een basisboek gekregen waar ik uit ging leren. En daardoor heb ik een brede basis gekregen, zodat je kan groeien naar een zekere hoogte. Een brede basis is altijd belangrijk als je wil groeien, want anders groei je niet. Dan val je om namelijk. Sinds ik begonnen ben, een hele tijd terug, is er heel veel veranderd in de vleeswereld. We zien wat er gebeurt. We laten het slachtproces heel vaak zien. Invloeden van andere landen, dus eetgewoontes uit andere landen. Noem maar op de Amerikaanse snitten, de Australische snitten, Nieuw-Zeeland. Noem maar op Zuid-Amerika, overal komt ons vlees vandaan. En we hanteren eigenlijk ook allemaal andere snitten. Alleen het koetje is wel hetzelfde. Het koetje is hetzelfde gebleven. Alleen we kijken anders tegen vlees aan. En vooral de jonge honden die nu slager willen worden, of misschien al slager zijn, moeten zich daarin verdiepen. En niet alleen daarin, maar ook in de bereidingen. Want bereidingen, het bereiden van vlees is ook zo
ontzettend belangrijk. Je kan niet eenvoudigweg tegen een klant zeggen van hier is je biefstukje en een prettige avond. Misschien wil die klant wel iets meer informatie. Kookadvies, advies van wat kan ik erbij eten, is eigenlijk net zo belangrijk als het hele slagersvak. En laat ik dat nou net ook in mijn boek gezet hebben. Dus ook de bereidingen, hoe je iets vlees kan bereiden, op welke manieren, rauw bereiding, braden, bakken, stoven. Alles staat in die vleesbuik. Ik ageer wel eens tegen de supermarkten. En die supermarkten die liggen daar waarschijnlijk niet wakker om dat ik dat doe. Maar ik zeg altijd van, als je vlees koopt, dan ga naar een ambachtelijke slager. En ik ga niet zeggen dat een supermarkt slecht vlees heeft. Dat doe ik absoluut niet. Maar ik vind wel dat het hele service, dus het afsnijden van een stukje vlees, je eigen keuze maken van een stukje vlees. Dus niet een stukje vlees wat voorverpakt ligt en dat je weinig keuze meer hebt. Als je het einde van de dag bent, dan heb je bijna geen keuze meer, bijvoorbeeld. En als je bij een slager bent, dan kan je nog een stukje vlees aanwijzen en zeggen van, kan hij daar wat van afsnijden? Als de slager dat doet en hij geeft je het perfecte advies mee, dan ga je eigenlijk lachend de winkel uit. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Vlees is altijd zo vers mogelijk, zeggen we. Dat is het lekkerste, maar dat is natuurlijk niet altijd zo, want vlees mag best wel een beetje besterven. En we hebben natuurlijk tegenwoordig ook het vlees rijpen. En vlees rijpen is misschien een hype, een niche-markt. Wat creëer je? Smaak en malsheid. En dat is eigenlijk het enige belangrijkste wat er is. Maar ik zie wel eens 8 maanden afhangen, 7 maanden afhangen, dus rijpen. Ja, totale onzin en totale waanzin. Ik leg er in mijn boek ook wat uit. Vlees verandert tussen de 2 weken en 4 weken het meest. En daarna verandert het steeds meer. Alleen je gaat op een gegeven moment alleen maar indrogen. En dan zeg ik ook heel eerlijk, als je gedroogd vlees wil, moet je gedroogd vlees kopen. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.